Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw stripvlog op het kanaal wat je elke week meeneemt door die wonderlijke wereld en die prachtige wereld van de stripverhalen. Ik ben Marcel de stripvlogger en ik heb dit boek gelezen. De geheime driehoek, een nieuwe subreeks daarvan, Rectificando. Die koffer die sprak mij al aan. Driehoek, dan moet ik meteen even denken aan Robert Dus en Kwabbenhout, aan de jaren Fournier waar ik mee bezig ben, omdat de driehoek daar ook een hele belangrijke rol in speelt. Maar dit is een ander soort driehoek. Deze reeks, nou ja, dit is echt een enorme reeks, hè? Want dit is het album dat ik gelezen heb. Er zijn nog 27 albums daarvoor verschenen. Deze reeks loopt al vanaf 2000. Dus dat is ze hebben behoorlijk hard gewerkt aan deze strip. En wie zijn dat? Nou, dat zijn met name eventjes DJ Convar, die het scenario heeft geschreven van deze reeks, die de reeks ook gestart is. En Denise Valk, de tekenaar, die er eigenlijk ook al vanaf het begin bij is geweest. Er zijn nog wat andere mensen bij. Als je dit even kijkt, dan hebben we hier even wat Latijnse woorden. Ik heb nog steeds niet opgezocht wat ze betekenen eigenlijk. Dat is ja, goed. Even dit. En dan zie je meteen even iets bijzonders. Want naast DJ Convar en Denise Valk heeft hier ook aan meegewerkt Angelique Cezano. Die heeft de inkleuring gedaan. En André Juliard, die heeft de cover getekend. Nou, de cover was een van de redenen waarom ik dit boek wel wilde lezen. Toch is dat wel bijzonder, want als je even de eerste pagina bekijkt, dan zie je dat die stijl wel heel anders is dan de cover. Echt een hele andere atmosfeer geeft op. Oké, dit is natuurlijk wel even wat donkerder en wat duisterder, maar toch. Dit is echt een beetje een mooie, klare lijn tekening. Het bijzondere wel is dat André Juliard eigenlijk van al die, inmiddels 28 delen uit deze reeks, de covers heeft getekend. Dat doet een beetje denken aan de comics, want daar wordt dat ook gedaan. Degene die de cover tekent niet per se degene is die ook het verhaal heeft getekend. Ik vind dat aan de ene kant een klein beetje jammer, want ja, het kan betekenen dat als je echt een hele toffe cover ziet en dat je dan het verhaal gaat lezen, dat je denkt van, die tekenstijl die valt me een klein beetje tegen. Kom ik straks nog op terug, ja. Maar goed, de cover was een van de redenen waarom ik het wilde lezen. De andere reden lag een beetje in het verhaaltje wat in de nieuwsbrief van Standaard Uitgeverij stond. Ik krijg altijd elke maand een nieuwsbrief van dit komt er allemaal uit. En daaruit pik ik wat dingen uit die ik dan wil bespreken. En er werd gesproken over dat het gaat om een rechtzetter, rectificando. In het Spaans betekent rechtzetter, dat is hij. En hij duikt in de schimmige wereld van een secte van fundamentalistische christenen. Hij gaat daarin, hij moet daar iets doen. En dat vond ik wel heel even interessant hierin. Het verhaal draait even om een man die gevonden wordt. Een ongeluk, lijkt het. Zijn auto is verbrand. Hij kon er niet meer uit. Hij is dus dood. Het blijkt dat deze man voor een geheime organisatie werkte, Triumvirat. En die weten waar hij was. En die weten dat het geen ongeluk was. Die weten dat hij vermoord is. En hij was geïnfiltreerd in, wat ik al zei, zo'n secte van fundamentalistische christenen. Die uit zijn op iets. En als je het verhaal aan het lezen bent, dan ga je al snappen van, oké, dit is gelinkt aan de politiek, aan machthebbers. Daar wordt een complot gesmeed. Ja, wat dat betreft moet ik zeggen, ik vond het niet super origineel, het verhaal. Het leest wel heel erg lekker. Ik vond het wel heel erg spannend. Maar het is wel zo'n verhaal dat als je aan het lezen bent, dat ik toch wel zoiets had van, ik heb gewoon het gevoel dat ik zo'n soort verhaal al wel vaker gelezen heb of gezien heb in films of zo. Maar ondanks dat moet ik wel zeggen, ik heb hem echt wel met heel veel plezier gelezen. En de eerste missie die deze rechtzetter krijgt is de telefoon van die journalist terug gaan halen. Want die heeft een zendertje erbij en die blijkt ergens verstopt te zijn. Nou ja, ze weten natuurlijk niet waar ze uit gaan komen. Maar ze gaan die telefoon terughalen. Dan komen ze iemand tegen. Dat blijkt de zus te zijn van die vermoorde man. Die wist niet dat haar broer ook nog voor een geheime organisatie werkte. Ja, en uiteindelijk krijgt deze rechtzetter echt wel de taak van, jongens, we gaan deze groepering gaan we aanpakken. Nou, en dat levert gewoon een heel spannend verhaal op. Qua tekenen heb ik toch een klein beetje zoiets van,
Ja, weet je, ik vond de tekeningen wel mooi. Ik had niet echt zo'n wauw gevoel erbij. Het was gewoon meer functioneel en ja, oké, om te lezen. Ik zeg al, de covertekening, die stijl, dat is klare lijn. Dat had ik veel mooier gevonden als het daarin was. Dus ik zou bijna zeggen, als André Julliard hem getekend had, had ik hem misschien echt wel heel gaaf gevonden. Maar ik heb er geen spijt van. Het was een gokje. Ik heb er geen spijt van. En er zat één stukje in dit boek wat ik toch ook wel heel bijzonder vond. Want deze rechtzetter werkt niet alleen. Hij heeft twee mensen, een stelletje, die met hem samenwerken. En met een van die twee, de jonge man, daar is iets mee. En dat wordt even, deze twee pagina's wordt dat getoond. Dan wordt er even gezegd van dat deze Matthij een autisme spectrumstoornis heeft. En dat vond ik wel heel erg bijzonder. Want dit is voor het eerst dat ik zoiets eens een keer in een verhaal lees. Dat er een personage in zit die autisme heeft. En dat hij daarom juist zo goed is in wat hij doet. Want ja, hij heeft een fotografisch of een eidetisch geheugen. Dat doet weer even aan Sheldon Cooper denken. Want die heeft dat ook, hè, van de Big Bang Theorie. Maar goed, die wordt nooit gezegd. Maar die speelt overduidelijk ook wel een personage wat autisme heeft. Dus hij is een heel bijzonder onderdeel van dit team. Omdat hij door zijn vermogen om goed dingen te onthouden en te analyseren. Weet hij belangrijke informatie aan het team door te spelen, wat hun gaat helpen om deze zaak eigenlijk tot een goed einde te brengen. Dus dat vond ik wel heel interessant om dat hier in deze strip tegen te komen. Nou, dat zijn van die kleine dingen, die kom je dan tegen in zo'n verhaal en dat geeft het even wat extra's. Dus wat dat betreft, nogmaals, het was voor mij toch gewoon even een gokje. Ik was gewoon nieuwsgierig daarnaar op basis van de omschrijving, op basis van de cover. En ja, ik heb er zeker wel van genoten, ondanks dat ik de tekenstijl niet echt ja, super gaaf vond. Ook de inkleuring niet super gaaf, maar als geheel was het zeker een aangenaam boek om te lezen. Dus nou, bij deze Rectificando, het eerste deel Bloedbanden. Er zullen er dus waarschijnlijk nog wel meer gaan komen, verwacht ik eventjes. Ja, er is nog wel ruimte voor een aantal meer albums. Dus ik ben benieuwd. Dit is de eerste wat ik ervan ken. Dus zijn jullie er bekend mee? Laat even weten in de comments wat je ervan vond. En of er nog andere subreeksen of delen zijn hieruit die aan te raden zijn om eens nader te bekijken. Nou, dat was hem even voor nu. Ik wens je heel veel leesplezier als je hem gaat lezen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.